Oké, Stan Vast de Radio, we zijn back. We zijn hier met een man, een legend. Stel jezelf even voor, man. Mijn naam is Winston Bergwijn, of Winne. Ik ben een artiest uit Rotterdam. Ja, man. Duidelijk. Je show net was... had veel energy. Het was super dope. Hoe voelt het voor jou om zeg maar, dan te staan op een plek als dit, waar we echt culture vieren? Hoe is dat voor jou? Het maakt dat ik dankbaar ben. Ik denk dat toen ik net muziek ging maken, kon ik me dit niet voorstellen. En ik denk dat het extra belangrijk is om op dagen als deze stil te staan bij het feit dat je überhaupt op een podium mag staan om je message te delen. Okay. Ja, man. Voor jou, je bent al lang in de game, op de planet. Misschien je bent al lang in deze black struggle. Hoe heb je het zien veranderen door muziek, zeg maar? Hoe heb je de view on black culture zien veranderen door de jaren heen in combinatie met muziek? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik het breder heb geaccepteerd zien worden, maar daarbij is ook appropriation gekomen, die voorheen niet zo duidelijk was. Dus yeah. Ik denk dat mensen heel erg van de buitenkant houden, toch? Maar niet van de struggle die erbij hoort. Yeah, toch? Yeah. Dus mensen vieren de mooie dingen, maar zijn absent op het moment dat het om de struggle gaat, yeah, als het echt om blackness gaat. Yeah. Dus ik denk dat we nog een long way to go hebben. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk inderdaad, we staan nu hier op Schouwburgplein, dat is een win op zichzelf. We staan met mensen van allerlei culturen een supermooie viering te vieren. Maar we hebben ook nog een long way to go. Ik heb dezezelfde vraag net aan Roots gesteld. Wat denk jij dat de rol is van muziek in advancing our culture? Ik denk dat muziek is samen met sport denk ik het beste middel om te verbinden. En ik denk dat bewust muziek inzetten onze culture kan advancen. Maar dus de onbewuste versie daarvan. Yeah. Of de destructieve versie daarvan kan net zoveel schade leveren. Snap wat ik bedoel? Dus ik denk dat het aan onze makers, artiesten is om bewust te zijn van hun stem en van de energie die ze de wereld in helpen. No cap. Dat was hem, man. Ik denk super bedankt sowieso voor je interview. Super bedankt voor je optreden. Keep doing what you're doing. Er komt nog veel van je te zien, man. Thanks, man. Ja, bedankt.